Hi allemaal, ik ben Jelena en het is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van Q-Time. Met je Q-Time kan je zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom zou we niet gaan naar de muziekvoorstelling Feest in de Alakondri straat Vandaag zit ik met Ryan van Villa Tapacara en hij gaat er alles over vertellen. What is a Hi Ryan. Hi, hoe gaat het? Goed met jou? Prima. Je weet niet meer hoe ik heet, hè? Jelena. Oh. Oh! <laughs> Nee, je hebt hem nog. Ja. Feest in de Alacondre Straat, Wat gaat Villa Zappacara voor ons brengen? Nou, Villa Zappacara gaat voor ons brengen, gaat voor de Surinaamse gemeenschap brengen, muziek, heel veel muziek. Muziek in verschillende stijlen, van inheems tot en met onze gasten die we hebben, het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Het Rotterdam Philharmonisch Or Orkest. Ja. Waar, wie, wie zijn dat? Nou, dat is normaal een ensemble dat bestaat uit ongeveer 80 personen in ah. Nederland, mm -hmm. Rotterdam. Maar ze komen naar Suriname om een optreden te geven aan de jongeren en de ouderen van Suriname, de volwassenen. Met ongeveer 7 tot 8 personen gaan ze dus een optreden geven in Theater Talia. Wauw. 19 en 20 nee. oktober. 19 en 20 oktober, dat is ja. zo meteen al. Fila mm -hmm. um, Zabakara is eigenlijk, want dat we net een voorgesprekje, ze zijn uh, niet... Per se muziek georiënteerd? waar deze transitie? Ja, dat is een hele mooie vraag. Filosof heeft natuurlijk heel veel de focus gelegd op cultuur, natuur en de kracht van jezelf. Talenten ontdekken. En we hebben dus drie jaar geleden ook toegevoegd techniek aan Filosof We hebben een Saplab. Dat is eigenlijk een Fabrication Laboratory, maar als je het afkort, kom je op Saplab. Wat we gaan doen, is om ook muziek toe te voegen. Waarom? In Suriname. Is muziek een hele belangrijke bron van verbondenheid? We hebben alle soorten culturen hier en iedereen heeft zijn eigen muziekstijl. Door muziek te verbinden aan onze tentoonstelling, krijg je dus meer verbondenheid onderling. Maar wat ook mooi is, is om de jongeren van Suriname kennis te laten maken met andere muziekstijlen. En dat kan het Philharmonisch Orkest brengen van, middels een klassieke ensemble of een klassieke repertoire. Nou, dat klinkt allemaal heel spannend. Ja. Dus op deze dag is alleen een Philharmonisch uh, contest... Oh. Orkest. Even, ik ga het goed zeggen. Ja. <coughs> het veelharmonisch orkest van Rotterdam. De enige die zullen optreden. Of is het ook een fusion met wat lokale artiesten? Het zal zeker ook een fusion zijn. Want uh, je wil het natuurlijk multicultureel hebben. Het moet, uh, het moet ook herkenbaar zijn voor iedereen. Dus er, is vers er zijn verschillende... Uh, verschillende optredens, okay. maar uiteraard het Rotterdamse Philharmonisch Orkest is dus dan echt... Uh... Die extra. Ja, ja. Spannend hoor. Oké, okay. nu weten we al wanneer het is. 19 oktober? En 20. 19 en 20 oktober. Ja. En wie kan er allemaal gaan? Is het speciaal voor de kinderen of kunnen volwassenen ook gaan? Het is voor jong en oud, dus ja. iedereen kan er naartoe. De bandjes zijn er. We stellen bij ons, Bij vielen tegen educatieve bijdrage. Wat, is, wat moeten wij verstaan onder een educatieve bijdrage? Een educatieve bijdrage is een uh, bijdrage om het te kunnen Ja, bezoeken. maar. Oh, 200, 200 SRD. Zie je, zie je Ja, ja oké. Okay. 200 SRD. <laughs> ja, ja, ja. En hoe laat begint het? We hebben in de ochtenduren hebben we voor de scholen twee voorstellingen, en s'avonds hebben we dan ook een voorstelling. Oké, okay, en als ik een bandje wil halen, waar haal ik mijn bandjes? De bandjes kunnen bij Filos opgehaald worden. Oké, okay, en tot wanneer of vanaf wanneer? De bandjes kunnen vanaf nu opgehaald worden en gewoon door tot het, uh, tot het optreden. Oh, spannend. Ja. Nee, klinkt helemaal goed. Ja. Um, die twee dagen alleen, en dit is de intentie toch van Filos Apacara, muziek nu erbij te brengen na het optreden of na deze muziekvoorstelling. Hoe vinden we de muziek terug zelf in uh, Filos Apacara? We hebben op dit moment al toegevoegd inheemse muziek. Hmm. Waarom? Omdat inheemse muziek, de, de muziek, de taal dreigt verloren, te, verloren gaan, te gaan. En om dat stukje te behouden voor Suriname, hebben we al met verschillende inheemse groepen samengewerkt en die muziekvormen die, uh, worden ten gehore gebracht in files op elkaar. Oh, that's very nice. Ja. Nou, jullie zijn al goed bezig. Klopt. Maar uh, dit lijkt me een super leuke voorstelling voor jong en oud. Dus uh, ik hoop dat... Nee, iedereen gaat komen die kijkt natuurlijk. Iedereen gaat komen. Dat is het. Ja. Ik ben super blij dat je bent langskomen om me te vertellen over dit, uh, mm -hmm. dit evenement. En ik hoop dat het zo snel als mogelijk uitverkocht is. Graag gedaan. En dat hopen wij ook. Mm -hmm. uh, laten we er wel zeggen, de mensen zijn zeer geïnteresseerd. Mm -hmm we krijgen allerlei vragen, dus iedereen is welkom en dus... iedereen kan een bandje bestellen. If you lose, you snooze, if you snooze, you lose. <laughs> Helemaal. Nee. Nou, Ryan, nogmaals bedankt voor het ja. komen. Graag gedaan. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Ryan van Villa Sapakara bij ons en zij hebben een prachtige muziekvoorstelling genaamd Muziek of nee Feest in de Alacondri Straat. En het is niet gewoon. Een muziekvoorstelling, want uit Rotterdam komt het Philharmonisch um, Orkest en zij gaan ons klassieke muziek laten horen. Maar de Surinaamse muziek wordt niet vergeten. Het wordt een prachtige muziekvoorstelling die gewoon geweldig is voor jong en oud. En een kaartje, of nog geen kaartje, je koopt een bandje voor 200 SRD. Er zijn ochtendvoorstellingen, maar die zijn eigenlijk voor de scholen. Maar in de avond zij, is het gewoon voor het publiek. Dus ik stel voor dat je gewoon jouw bandje haalt, breng je kindje of ga gewoon zelf genieten van deze prachtige muziekvoorstelling. Het is op 19 en 20 oktober, dus uh, zoals al eerder zei, zeiden, if you snooze you lose and you don't want to lose, so get your tickets and have a great day. And remember, your time plus my time is Q time. Mm -hmm. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.